vorige week in het Streektalent. Ik heb een aantal ideeën gehad en een aantal heb ik ook eigenlijk moeten wegduwen omdat die meer tijd zouden vergen. Je begon gisteren over Estland? Letland. Letland, sorry. Ja. Vertel, ben je daar nog verder op gegaan? Nee. Nee? Nee, want ik ben gisteren dus naar Gouda gemoeten. En op de heenweg had ik een nieuw idee en op de terugweg ook. Dus ik heb uiteindelijk 3 ideeën gehad. Ja? Ja, als straatmuzikant, ik had nog niet zo goed door wat de kracht van muziek was. En op een gegeven moment had ik het liedje Killing Me Softly gezongen. En dan komt een oude mevrouw naar me toe met tranen in de ogen. Ze zegt van, dankjewel, je hebt zoveel mooie herinneringen teruggebracht. En dat was eigenlijk voor mij het moment van, wauw, dit kan ik. En het andere idee? Het derde idee was, dat waren weer een paar jaar ervoor. Toen ik 12 was, toen werd John Lennon vermoord. Dus dat was ook wel een heel... Ja, toen verloor ik mijn onschuld, voor mijn gevoel. Ja. Maar dat is toch iets wat gecompliceerd. Ja. En daar moet iets langer sudderen voordat ik daar iets mee kan. Ja. Het wordt een beetje een la-la-la melodie. Da-da-da-da. Het wordt dus wel de afwisseling van dan ben ik ergens naar op weg. En dan? En dat moment dat er een beetje een soort bluesy in komt, dat is het moment dat die mevrouw me dus het geld geeft, die herinneringen. Jonathan. Yo. Hallo. Je bent de jongste van het stel. Ja. En je woont ook bij je ouders. Ja. Dat lijkt me wel lastig. Nou, ik vind het op zich wel lekker. De opdracht. Ja, het onderwerp is wat impact heeft gehad op je leven. Het ligt wel dicht bij mezelf dit. Het moment dat ik erachter kwam dat ik ook zeg maar wel op jongens viel. Dat heeft wel een grote impact gehad. Wat betekent dit voor mij als persoon? Word ik hier minder van? Wat denken andere mensen ervan? Ja, dus ik heb er wel een tijdje gewoon mee gezeten. En nog steeds heb ik ook wel een beetje zoiets van hoe zit dat nou met de samenleving en zo? Op dag 2 van het schrijfproces van Jonathan brengt Job hem een tussentijds bezoek. Bij het ontvangen van de opdracht liet hij al direct weten over een erg persoonlijk onderwerp te willen schrijven. Nog niet zo lang geleden kwam hij erachter dat hij niet alleen op meisjes valt, maar ook op jongens. Bij het maken van muziek schrijft Jonathan doorgaans eerst de melodie, maar momenteel heeft hij ook al een deel van de tekst af. When I first saw you, little bird. I didn't know how you had been hurt. I tried to put you in a cage. Didn't know what was on the other page. Fly away, little bird. Fly. Jonathan, hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Goed, ja. Hoe gaat het schrijven? Gaat ook, gaat lekker. Gisteren een aardige start gemaakt al. Eigenlijk alle akkoorden en het hele schema voor het nummer zit al in elkaar en zo. Melodielijnen en zo. Dus ja, gaat wel voorspoedig. Ja, want jij schrijft eerst de melodie en dan de tekst? Ja. Zo werk je altijd? Meestal wel, ja. Oké, okay. Ja. Ja. Nou, had het gisteren over het onderwerp dat je er toen achter kwam dat je ook op jongens valt. Mm-hmm. Ben je daar aan verder gegaan, denk je? Ja, ik, ik heb nu een paar regels al wel van de tekst. En dat is de kant die het opgaat, ja. Ja? Dat het daarbij blijft. Dat zat er gelijk in, hè? Ja. Ja. Merk je ook dat dat terugkomt? Nou, veel van de gevoelens die ik toen had en zo, die... Die komen dan wel weer bovendrijven, ja. Zo. Hoe is dat? Dat is wel apart. Want veel van die... sowieso... De sfeer van het nummer probeer ik een beetje vrolijk te maken, zeg maar. Want het was iets nieuws wat ik ontdekte en zo. En voordat ik het echt ontdekte, had ik al wel wat vragen en zo. En
vroeg me af waarom voel ik me nou zo vreemd. En toen kwam ik daarachter en toen was het zo van, oh, daarom, oké. Dus toen was ik wel vrolijk, zeg maar. Nou, dus ook wel veel verwarring. En dat is wel, ja, om daaraan terug te denken is wel apart. Ja. Kan je wat laten horen? Dat kan. Nou, ik begon met een akkoord wat ik eigenlijk al wel een tijd in een nummer wilde verwerken. En ja, vanaf daar ben ik een beetje door gaan werken, zeg maar. En zo. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, vet. Gaaf. En dan gaat het een beetje door over dat ik... ik had dus in een droom had ik een man gezien waar ik me wel tot aangetrokken voelde, zeg maar. En dan werd ik heel verward wakker. Dan heb ik vervolgens een beetje met mensen gepraat. Zo van, ja, wat kan dat betekenen, denk je? En zo. En uiteindelijk kom je er dan achter dat je op mannen valt. En is zo van, oh, oké. Okay. Dat. Ja. Ja. Hey, hoe gaat het schrijfproces op zich? Gaat het snel? Had je snel de melodie te pakken of ben je echt de hele dag bezig geweest? Nee, dat ging wel vrij snel. Want ik begon dus met dat ene akkoord, zeg maar. Mm-hmm. En vervolgens speel je dat een tijdje en dan hoor ik in mijn hoofd al een beetje een akkoord wat daar, zeg maar, goed op kan volgen. En dan ga je zo een beetje verder en dan probeer je eens wat. En ja, volgens mij in een uurtje of zo had ik eigenlijk al wel alle akkoorden. Want er zit ook nog een bridge in, een refrein en allemaal dat soort dingen. Mm-hmm. Dus dat ging wel snel. En toen speel je die akkoorden een paar keer. En dan ga ik eigenlijk automatisch al een beetje mee zitten neurien. En dan denk ik, oh, dit is wel cool. Hier kan ik wel wat mee, zeg maar. En ja. Je hebt nog 24 uur, hè? Ja. Dan moet hij af zijn. Gaat dat lukken? Ik denk het wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Heel veel succes. Ja, dankjewel. En ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Ja. Ik zie je morgen. Tot morgen. Straks brengen we een laatste bezoek aan Jonathan en hoor je het resultaat van het lied waarmee hij de finale ingaat. Eerst gaan we nog één keer terug naar Anouk. Ook voor de troubadour zitten 48 uur er inmiddels op. En gaat Job langs om te luisteren naar haar lied over haar leven als straatmuzikant. Of is ze toch nog eens van onderwerp geswitcht? Het is 9:30 s'avonds en het lied is af. Jee. Ik kreeg dus om 2:30 eindelijk de goede melodie te pakken. De goede beginzin, die is altijd bij mij ook wel heel belangrijk. En ja, dan heb ik om 9:05 schreef ik de laatste zin en kon ik de tekst uitprinten. Dus, het lied is af. En ik ben er eigenlijk wel blij mee. Ik weet absoluut niet hoe het bij anderen overkomt. Want meestal laat ik het eerst aan een aantal anderen horen voordat ik ermee naar buiten kom. Maar goed, dat gaat deze keer dus niet lukken. Want morgen komen ze het resultaat beluisteren en dan moet het maar goed zijn. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Ik heb een lied. Ja. Dus daar ben ik al heel blij mee. En het was wel heel spannend, want ik ben alle kanten opgegaan. En ja, gistermiddag had ik opeens de goede kant te pakken. Ja. Ja, want je vertelde ook in jouw dagboekfilmpjes dat je een idee had. Dat uiteindelijk toch totaal niet. Het was gewoon niet rendabel om dat te gaan doen. Het was moeilijk en voor zo'n korte tijd. Ja. Toen eigenlijk toch voor de makkelijke weg gekozen? Of meer zo van. Nee, de makkelijke weg. Die weg die ik in dat dagboekje noemde was echt te gecompliceerd. Ja. Sommige liedjes die vergen wat meer
tijd ja. om te bezinken. En ga je daar wel mee verder met dat lied? Ik denk het wel, ja. Want ja? op zich, het idee blijf ik wel heel mooi vinden. Maar ik wist gewoon van, dat gaat me niet lukken om de goede uitvoering... Nee. en de goede teksten te vinden binnen zo'n korte tijd. Ja, ja. Dus het ligt zeker op de stapel om verder uitgezocht te worden. Ja. Je hebt het uiteindelijk toch nog best wel snel afgeschreven, vertel je. Binnen 6 uurtjes heb je het lied geschreven. Ja. Je had 48 uur, hè? Ja. Ja, maar ja, je hebt eigenlijk zeg maar ook die uren daarvoor... had ik wel nodig om te weten welke ideeën het niet waren. Ja, want je zei eerder al... je kan beter eerst een slecht lied schrijven... Ja. dan in één keer een goed lied en dan komt het goede lied. Ja. En dat is nu ook weer het geval. Dat is bij mij dit keer ook weer het geval. Is dat altijd zo of is het toevallig gewoon? Ja, ik heb voor het eerst nu zo onder druk geschreven. Maar het is wel eens zo dat ik in eerste instantie denk... oh, dit gaat mooi worden en dan gaat het niet verder. Ja. En dan moet ik dat lied loslaten of even maar snel afschrijven... dat ik die aan de kant kan schuiven. Want dan heb ik weer ruimte voor nieuwe inspiratie. Ja. En je zei al onder druk geschreven, beviel dat? Zo? Ik vond het wel heel leuk. Ja, ik had wel zoiets, oh, die wil ik wel elke maand, weet je wel. Ja? Dan heb ik in ieder geval elke maand een nieuw lied, minimaal. Ja. Met een thema waar ik zelf niet aan denk. Dus dat vind ik het leuke daaraan. Dat deed ik vroeger ook wel eens. Dan vroeg ik her en der aan mensen, waar moet ik een lied over schrijven? En ik denk dat ik dat nu ook weer ga doen. Ja. Want dan kom je toch op ideeën waar je zelf niet aan denkt. En dan komen er liedjes uit die je nooit had kunnen schrijven als je geen hulp had gevraagd of geen idee had aangereikt gekregen. Ja, en nog heel even kort het lied waar het over gaat. Kan je dat nog één kort vertellen? Nou ja, nog een keer. Ik heb het dus nog niet verteld. Dit is, het lied heet Stefan. Okay. En het gaat over een jonge man die... gitaar speelde en zong bij een kampvuur. En dat was bij mij het moment dat ik wist van... ja, maar dit wil ik ook. Hoe oud was je toen? 13. Ja, paardenkamp. Dus ik was een beetje eventjes een ponymeisje zo. Dus ja, kampvuur. Stefan met zijn gitaartje en liedjes zingen. En wij dan allemaal als puberale meisjes in het vuur staren. En zo'n beetje ook richting Stefan staren. En ja... En ook op de hooizolder daar, dan lagen we ook met al die meisjes naar het plafond te kijken. En hij zong dan hele mooie liedjes. Ja. Dat was echt heel leuk. En toen wist ik van, dit wil ik ook. Ja. En dus dat vuur heeft die Stefan in mij aangewakkerd. Dus eigenlijk het besef, het liedjes maken, dat wil ik. Ja, en gitaar spelen en zingen. Ja. Dat van, ik wil ook bij een kampvuur kunnen zingen. Ja. Dat was eigenlijk de reden. Dat zelf liedjes schrijven is pas later in mijn leven op mijn pad gekomen. Ja. In eerste instantie was het toch gewoon de covers en de mooie liedjes die ik al kende. Ja. En pas later kwam ik erachter, oh, maar ik kan ze ook zelf schrijven. Ja, goed. Gaan we naar het kampvuur? Ja, nou, ja, gaan we doen. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Ja? Ja. Ik zou zeggen, pak je gitaar en... laat horen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ik ben klein van stuk, maar groot van dromen. Ik voelde al heel jong de muziek door mijn aderen stromen. Mijn eerste liefdes waren Haydn en Bach. Toch wist ik dat daar mijn toekomst niet lag. Toen ik 13 was en bij het kampvuur zat, Stefan speelde gitaar. En hij zong ook wat. Dit, ja, dit was wat ik zocht. En het duurde niet lang voordat ik mijn eerste gitaar kocht.
En ik speelde en ik zong overal waar ik maar kon. Ik schreef mijn eigen lied, maar tot mijn groot verdriet won het verstand van het verlangen. En heb ik mijn gitaar aan de wilgen gehangen. Het leven gaat door. Ach, je weet hoe het gaat. Je werk wordt verliefd totdat alles en iedereen je weer verlaat. Zo liep ik doelloos en alleen terug naar het bos. Bij de oude wilg knoopte ik mijn gitaar weer los. En nu zing ik en ik speel. Ieder feestje krijgt een deel van mijn muzikaal talent. Ja, ik speel in elke tent. En bent u 50 jaar getrouwd? Heeft u een nieuw huis gebouwd? Zoek u levende muziek, hier ben ik. Ha, fijn publiek. En zo zing ik elke dag. Ik breng een traan, ik breng een lach. Ik ben zo dankbaar dat ik zo mijn geld verdienen mag. Door met muziek de mensen blij te maken. Ze te laten dansen en ze diep weten te raken. En in de auto terug naar huis barst ik van geluk. Ik heb mijn weg gevonden, nee dit gaat nooit meer stuk. En ik was nooit zo ver gekomen zonder het kampvuur en die man. Dus dan zeg ik in gedachten bedankt, Stefan. Mooi. Nou, dankjewel. Ja. Opgelucht? Ja. Ik vind het zelf ook een heel fijn lied geworden en... Ja. Ik ben er heel blij mee. Ja. Dus, ga je met vertrouwen naar de finale? Ja, wat dat betreft. Het lijkt me ook geweldig de andere kandidaten te zien en de andere inzendingen te horen. En ja, dat dacht ik gisteravond ook al. Whatever happens, ik heb al gewonnen, want ik heb een nieuw lied. Mm-hmm. Waar ik ook volgens mij wel iets mee kan. Ja. Dus dat vind ik wel heel leuk. Dus ja. Wat mij betreft is het al helemaal geslaagd. Dus ik ben er heel blij mee. Leuk. Het is echt ontzettend leuk om op zo'n manier bij dit lied te zijn gekomen. Ja. Via John Lennon en een gulden en Letland is het Stefan geworden. There is always something happening. Tot slot zit ook voor Jonathan de tijd erop. Job gaat nog één keer terug naar Ede om het resultaat te beluisteren. Goedemorgen. Het is nu de laatste dag. Het is ongeveer 9:45. Dus ik heb nog iets meer dan 2 uur om het nummer af te maken. En in mijn hoofd te krijgen zodat ik het zo kan presenteren en zo. Eigenlijk nadat ik gisteren... had verteld dat het zo goed ging en zo. En dat ik alleen nog een bridge moest. Is er niet zo heel veel meer uitgekomen. Dus ik moet nou even. Eigenlijk in deze 2 uur dus. Een goede bridge gaan schrijven. En hem dus in mijn hoofd krijgen. De hele nummer. Dus het wordt nog wel een beetje een uitdaging. Maar ja, we gaan er het beste van maken en we zien wel wat het wordt. Jonathan. Hallo. Hoe gaat het? Ja, wel lekker. Ja? Ja, heel goed. 48 uur later. Ja. Ben je tevreden? Ja. Ja, wel redelijk. Is het allemaal gelukt? Ja. Ja, uiteindelijk toch besloten geen bridge erin te doen. Oké. Okay. Nou, ik vond het uiteindelijk toch niet helemaal passend ofzo. Ja. Meestal is de bridge een beetje een soort van omslagpunt of zo. En ja, dit
het hele nummer is een omslag, dus ik weet niet, het zou een beetje vreemd zijn om daar dan nog een turn in te doen of zo. Ja. Heb je het er met iemand over gehad waar je het nummer over schrijft? Ja, een beetje met mijn ouders, maar... Wat vonden die ervan? Ja, die vonden het wel dapper ergens. Het is wel, het is wel echt een heel persoonlijk iets. Dus ja, wat dat betreft ben ik het wel met ze eens, ja. Maar verder... Vond je het spannend om het daarover te schrijven? In het begin niet echt. Nu wat meer. Ja? Ja. Waarom dan? Nu moet ik het ook echt gaan zingen en laten zien aan mensen en zo. Dus dat is dan... dat is wat spannender dan. Ja. Ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd. Zou je je gitaar alvast kunnen pakken? Dat kan. Ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen, je mag hem spelen hoor. Ga ik doen. One morning in a dream, I saw my open my eyes, I felt strange. Rest of the day, I kept on thinking about the man. That night I felt some kind of love. All these feelings and these thoughts, what does everybody think? Someone tell me what they think that I should do. 'Cause I think I feel for you. I asked my best friend what she thought. She said it's normal, but you might be gay. As I thought on the rest of the day, I realized that she was right. All these feelings and these thoughts, what does everybody think? Someone tell me what they think that I should do. 'Cause I think I feel for you. All these feelings and these thoughts, what does everybody think? Someone tell me what they think that I should do. 'Cause I think I feel for you.
Mooi nummer. Dankjewel. Ja. Wat denk je? Tevreden voor de finale? Ja, ik kan er wel tegenaan. Ja? Ja. Oké. En je hebt een nieuw nummer erbij. Ja. Ja. Correct, ja. Ja, ja. Dankjewel. Ja. Super. Hey, ik wens jou heel veel succes met de finale en ik zie je dan. Dankjewel. Tot dan. Tot dan. Volgende week stelt Esther Huiting zich aan je voor, de laatste kandidaat van het Streektalent 2018. Zij en de overige kandidaten maken zich dan ook al direct klaar voor die spannende finale, waarin ze hun lied moeten laten beoordelen door een vakkundige jury. Ik ga je heel even jou storen. Ben je er klaar voor? Ja, ja, zeker. Ik heb heel veel zin in. Ja. Ben je zenuwachtig? Valt eigenlijk heel erg mee. Ik had verwacht dat ik heel erg zenuwachtig zou zijn, maar het valt mee. Ja, ik heb er vooral veel zin in. Ja. Veel plezier. Dankjewel. Ga ik heel even naar jou. Heb jij er heel veel zin in? Ik heb er heel veel zin in, ja. Ik zie al wel trillende handjes. Ik ben hartstikke zenuwachtig, ja. Heel erg, ja.